98 by het kruis was het. By het kruis was het, dat ik mijn redder zag. Alle lasten van mijn hart naar mijn weg. Het was allemaal geloof dat de eeuwig leven was. En nu ben ik gelukkig elke dag. By het kruis was het, dat ik mijn redder zag. Alle lasten van mijn hart naar mijn weg. En dat staat op geloof dat de eeuwig leven gaat. En nu ben ik gelukkig elke dag. Vader God, Heer, we danken u voor die genade en liefde, dat we hier mogen zijn opnieuw. Heer, niet wij, maar u hebt voor ons gekozen. Heer, u hebt ons gered uit de duisternis en donkerheid. Heer, hebt ons het woord geopenbaard, Vader God. Het levende gemaakt uit ons. Maar niet om voor onszelf te leven, maar om een licht te zijn in een goddeloze wereld, Heer. In een wereld die u blijft verwerpt, mijn God, Heer. Een getuigenis te zijn. Heer, dat er velen en velen meer, Heer, tot u mogen komen. Dat hun ogen geopend kunnen worden. Dat we ten alle tijde getuigenis zijn, Heer. Een levend getuigenis, dat we uw Zoon Jezus uitdragen. Daarom, als we ook straks, Heer, het woord lezen, laat het levende worden in ons. Laat ons doen begrijpen wat u spreekt, Heer. En laat ons daders zijn van het woord. U tot eer en glorie. Wij leggen die samenkomst in de hand. En wij vragen om uw zegen in Jezu naam. Amen. Amen. Nou, beste mensen, dus Heer, was gaande op deze aarde. We weten, vandaag is, dacht ik, ja, vandaag is Diwali. Men zegt, het licht heeft de duisternis overwonnen. Maar de Bijbel zegt, dat is maar één licht, Jezus Christus. Kijk, die mensen, al die religies, ze nemen een deel van de waarheid. En ze vermengen het dan met hun eigen cultuur, met hun eigen dingen. En het erge is, mensen die ze Christen noemen, zeggen maar gauw amen naar die mensen. Oh ja, ze zijn toch goed bezig, dit en dat. Maar de Bijbel beveelt ons, we mogen ons niet vermengen. Waarom niet? Maar dan ook niets met die Wallen te doen. Misschien zijn er ook leuke buren of nette mensen, prima. Maar als de mens Jezus Christus niet heeft aangenomen, als de mens niet tot bekering gekomen is, zoals de Bijbel het zegt, de mens moet wederom geboren worden. Even, ik wil gelijk, laat ons even de schrift dazu, een schrift kijken, in Johannes 3. Als Nicodemus kwam, bij nacht stieg hem naar Jezus, een hooggeleerde van die Farizeeën. En hij kwam stiekem uit vrees voor die anderen. Hij kwam naar Jezus. En in vers 3, hoofdstuk 3, vers 3 van Johannes, zie je. Jezus antwoordde en zeide tot hem. Voor waar zeg ik? Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En Nicodemus zeide tot hem. Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij terug in de buik zijn moeder en geboren worden? Jezus antwoordde, voor waar zeg ik? Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is vlees, en wat van geest geboren is geest. Verwondert u niet dat ik gezegd heb, gelieden moet wederom geboren worden. Zo alle goede bedoelingen van religies op deze aarde, als de mens niet wederom geboren is, als de mens niet tot een punt gekomen is, zijn knie te buigen en zijn leven over te geven, zoals Jezus in andere plaatsen zegt, wie gelooft en gedoopt is, is behouden. Zo, niet iemand die een kerkganger geworden is, of bij een traditie hoort, Jezus spreekt hier duidelijk. Hier was Nicodemus, een hooggeleerde schriftgeleerde, een hoog iemand, een wijs iemand, en hij zegt, hey, maar ik kan nog niet wieder terug in de buik van de moeder, om geboren te worden. Want Jezus spreekt van een geestige wedergeboorte. Kijk, we worden in het vlees één keer geboren, maar de mens moet geestig geboren worden. En daarom, zodra je ziet, hey, ik ben een zonder, ik heb het fout gedaan. Stel die beslissingen niet uit. Elke keer lezen we weer doden dood, verkeersongelukken met doden, andere ongelukken, aardbevingen. Stel het niet uit. Stel het niet uit. De Bijbel zegt, heden is de dag. Zo, dit feest wat de Hindustan zogenaamd vieren dan, het heeft niets, maar dat ook niets te doen met God. Oh,
Kijk, hun gezegd is, het licht heeft die duisternis overwonnen, maar de Bijbel zegt, Jezus Christus is het licht. Hij is het licht dieser wereld. En wij als zijn kinderen, wij behoren het licht te zijn in een wereld die duister en goddeloos is. En morgen, ik dacht het is 500 jaar terug precies, dat Luther, want gisteren stond, ik vond het niet meer snel, op die een of andere nieuwssite van internet, heeft iemand een artikel ingezonden, het is 500 jaar terug dat Luther uit de katholieke kerk gestapt is en zijn 95 punten aan de kerkdeur gespijkerd heeft. En Luther heeft gewoon, het was gewoon, niet voor niets was die kerk protestants genoemd. Ze ging in tegen al deze katholieke toestand, tegen die paus, tegen al die leringen van je moet je komt in een vaagvuur, je moet dit kopen, je moet zo doen, je moet dit doen. En het was Luther die gezorgd heeft dat die Bijbel in het Duits vertaald was. Het was 500 jaar terug. En maar de artikel ging verder, want het is morgen een groot feest wereldwijd. En deze hele beweging of deze hele ding is weer samengegaan met de katholieke kerk. 6 new beatitudes to Jesus' list in the Sermon on the Mount. Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados, mostrándoles cercanía. Here are numbers 3 and 6. Number 3, blessed are those who see God in every person and strive to make others also discover him. Nope, God is not in every person. Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran. Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común. Bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos. Those who pray and work for full communion between Christians that really need. Men wordt morgen groots gevierd, ook in Suriname. Er stonden dan die kerken waar het allemaal gevierd wordt en alles. Zo wat ooit Luther stond op in de kracht van God. Hij stond op om die misstanden van de katholieke kerk, die misstanden van de hoer van Babylon aan de kaak te stellen. Hij stond op en zegt, de paus is de antichrist en alles. Door de eeuwen heen en sinds 1999 hebben die mensen zich weer bij elkaar gevonden. En ik weet niet waar precies, is zelf de paus. Met de hoogste leider van de Lutheraanse kerk gaan ze samen gewoon morgen een mis houden. En ik zag ook in Suriname, over de hele aarde komt men samen, protestanten en katholieken, om samen zogenaamd God te dienen. Ja, wij zijn toch maar één.
Het is allemaal deze geest van ecumene. Het moet allemaal samen gaan. Dit is exact wat de Bijbel geschreven heeft. Exact, aan het einde. Rome is de moeder der hoererij. En men was weggelopen, men was weggesplitst. Ik heb het laatst, dacht ik, voorgelezen. De kerk was verantwoordelijk voor miljoenen doden. Niet gewoon ongelovigen, maar ze zijn christenen. Zoals wij, als we 100 jaar eerder geleefd hebben, openbaar samenkwamen. Het was of een terugkeer naar de katholieke kerk, of je was gedood. Of het nou verbrand was, of het nou dat ze jou met een grote steen om je voeten heen irgendwo in het water gegooid hebben, zodat ze verdronken zijn. Andere mensen hebben zijn levende lichaam opengeslitst en heeft darmen eruit gehaald. Ik heb een hele boek daarover gelezen. Verschrikkelijk wat die kerk gedaan heeft. Allemaal in de naam van God. Allemaal in de naam van God. En nu, al die kerken komen weer samen. Oh, wij zijn er allemaal één. Het is allemaal dezelfde God. Het is niet dezelfde God. Als je in de katholieke kerk gezeten was, dan weet je dat ze een andere Jezus in ze prediken. Je weet dat ze een andere God in ze verkondigen. Want onze Bijbel leert ons, het is genade dat we gered zijn. Wij kunnen het niet verdienen. Ook ga je arme mensen helpen. Ook ga je jouw leven dood inspannen daar. Wij zijn door genade gered. Die werken volgen als we een kind van God zijn. Dan verandert onze leefstijl en verandert ons ding. Zeker help je. Je helpt waar het nodig is, als je kan. Als je mensen ziet die verhongeren, je helpen. Maar deze werken maken ons niet rechtvaardig. Ze maken ons niet rechtvaardig. Het hoort bij het christenleven. Maar die katholieke kerk leert, oh, als je voldoende goed doet, wat je ook gedaan hebt aan zondes, het is allemaal opgewogen. Maar dit werkt niet. Onze zondes zijn te groot. Je kan ze niet verdienen om weggewerkt te krijgen. Zo, je ziet, vandaag is dit feest. En morgen dan gewoon dat het tot in Suriname. Want ik dacht, nou ja, goed, dan gaat het misschien in de katholieke landen en zo. Maar zelf in Suriname wordt deze hele hereniging groots gevierd in de kerk en alles. Dan zie je hoe ver we verwijderd zijn. Als Luther dit nou zou meemaken, hij zou zich omdraaien. Alles wat die man voorstond, alles wat hij toen riskeerde heeft en alles. Het is teniet gedaan. Teniet gedaan. En als ik met christenen erover spreek, ja maar broeder, we moeten niet oedan aan elkaar, we moeten niet dit. Je moet je woord kennen. Ik kan je op internet, ik wil je iets vertellen, want hoe belangrijk het is. De Bijbel leert ons, Jezus Christus is God. Jezus Christus, laat ons kijken in Johannes 1. Want er was een hele discussie en ik heb die vrouw meerdere keren teruggeschreven. En ze blijft hameren en ik laat je ook zien. Want als je niet de juiste vertalingen hebt, als je niet die oude vertaling hebt, of het nou Statenvertaling is of King James, dan zie je mensen zijn misleid. Mensen hebben een andere boodschap. In Johannes 1 vers 1 staat, in begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in begin bij God. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt wat gemaakt is. En vers 10, hij was in de wereld. Die wereld is door hem gemaakt. En die wereld heeft hem niet gekend. En vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Zo wat hebben we net gelezen in vers 1, het woord was God. Zo God is vlees geworden. Als we even kijken in 1 Timotheus 3 vers 16, want ik wil je gelijk iets laten of iets vertellen. 1 Timotheus 3 vers 16. En alleen als je oude vertaling hebt, geloof me, alleen in de oude vertaling staat het zoals we het hier lezen. Dat is één woord veranderd. Laat ons eerst een vers lezen. Bouten alle twijfel. Die verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Alleen in de twee oude vertalingen staat God is geopenbaard in het vlees. Er was een vrouw op internet. En zij maakt een scheiding. Jezus is gewoon een schepping van God. Het is gewoon, het is God niet. Er waren andere mensen die de vrouw ook benaderd hebben. En het ging maar toe en toe.
Ik heb haar gewezen, neem King James Bible. En weet je, het gekke is, die vrouw nam die King James Bible voor een paar andere schriften. Maar dan neemt ze 1 Timotheus 3, vers 16. En dan staat dan, Jezus kwam in het vlees. Maar ze dit woord verandert als je God wegneemt en andere dingen inzet. Hier staat er God. God kwam in het vlees. Jezus Christus is God. Wat we net gelezen hebben, schepen van hemel en aarde. Zo, die vrouw heeft wel de King James ongehaald voor andere versen. En dit heeft ze irgendeine nieuwe wereldvertaling of nieuw, wat weet ik voor een nieuwe Bijbelversie. Ik heb het niet onthouden. En die vrouw blijft maar hammen. Iedereen die haar benadert, ze blijft maar hammen erop. Ik heb het teruggeschreven. Als u zich niet bekeert, u bent met Gods laster bezig in de hel. U hebt veel tijd om erover na te denken. Ik schaam me niet. Interesseert me niet wie het mag zijn. Als iemand Jezus Christus verwerpt als God zijnde. Kijk, een hindoe heeft ook geen probleem. Als ik met een hindoe spreek over Jezus, ze hebben er geen probleem mee. Het was een goed iemand. Hij heeft goede leringen gebracht, dit en dat. Maar ze verwerpen hem als God, den schepper van hemel en aarde. Ze verwerpen hem als die oberste autoriteit. Een moslim, hetzelfde. En ook die katholiekenkerk, ze spreekt van God. Ze spreekt van Jezus. Maar ze spreken van een andere Jezus als die van de Bijbel. Het is een andere Jezus. En dit was de bewijs, want die vrouw ging maar door, ging maar door. In een gegeven moment, die andere man heeft ook afgehaakt, ik heb afgehaakt. En ze bracht gisteren weer een poster. Wat stond er, als je Bijbel, kwam erop neer, als je Bijbel niet spreekt over bekering of zo, dan heb je een foute Bijbel. Ik heb de vrouw geschreven, u hebt uw eigen oordeel gesproken. En iemand anders heeft er ook geschreven, ze moet eerst haar instelling veranderen. En dan komt ze weer, wie kwam in het vlees? God kwam in het vlees. Ik schrijf er niet meer terug. Kijk, als ik met iemand alles uitgelegd heb, schriften gebracht heb, en de mens verwerpt, okay. Maar hier staat er duidelijk. Want je kan andere vertalingen gebruiken, als je hebt, irgendwo vindt. Neem andere Nederlandse vertalingen, neem andere Engelse vertalingen. Je ziet hij, of je ziet dit en daar. Maar je ziet, het woord God ontbreekt. God kwam in het vlees. En er staat ook in hoofdstuk 4 vers 1, de geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof. En begevende tot verleidingen, geesten en leringen van de duivelen. Zo, die twee versen horen samen. Dit hoort samen. 1 Timotheus 3 vers 16 en 4 vers 1, dit hoort samen. De geest zegt duidelijk in de laatste tijd, het is een andere Jezus die gesproken wordt. Als we in 1 Johannes 4 gaan. 1 Johannes 4, dat is bijna aan het einde van je Bijbel. En kijk, als je het zo leest, zou je denken, oh ja, laat me het eerst voorlezen. 1 Johannes 4, die eerste drie versen. Geliefde, geloof niet elke geest. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is van God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees kwam, is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist. Welke geest gij gehoord hebt, dat komt zo. En is nu al reeds in de wereld. Kijk, zeker, een moslim, want iedereen zegt, ja, Jezus kwam in het vlees. Ze weten, hij liep op deze aarde. Want voor die moslims is het een grote profeet. In het rijkje van Mohammed en anderen. Zo, Jezus was in het vlees. Maar hier gaat het meer. Wat Johannes hier schrijft, elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees, God in het vlees. God kwam in het vlees op deze aarde. Ik ging gisteren over naar bed. En weet je, het is moeilijk voor ons. Mensen trachten elke keer uit te leggen, maar hoe kan God de Vader zijn, de Zoon zijn, de Heilige Geest zijn? En mensen brachten allerlei verschillende voorbeelden aan het uitleggen. Ik kan me herinneren, iemand heeft ooit gezegd, kijk, je kan een ei nemen,
Dan heb je ook een schil. Je hebt het eiwit en je hebt een eigeel. Want alle drie dingen is het ei. Want als je het eigeel pak alleen of zo, dan pak je een ei. Je zegt niet, oh, ik pak alleen eigeel. Of als het eiwit. En als je die schil, ik kan me herinneren als kind zijn, hebben die eieren soms leeg geblazen, uitgeblazen. Maar dan heb je immer nog een ei, alleen een hol ei, een leeg ei. Maar kijk, dit is niet, zo kan ik God niet vergelijken, maar mensen proberen het op die manier te zeggen. Kijk, dit ei heeft ook drie bestanddelen en toch is het het ei. En elk onderdeel ervan is ei. God heeft van begin af besloten als vader en zoon en heilige geest te zijn. En ik ging echt naar bed en ik denk, God, alsjeblieft, openbaar het meer. Want het is zo'n grote verwarring, zoals hier staat. Mensen die niet beleiden dat Jezus in het vlees kwam. En als je het zo leest, zal je denken, ja, maar katholieken beweren ook, nou, Jezus kwam in het vlees. Ja, maar voor, het is een andere Jezus den zij prediken. Het is niet de Jezus van de Bijbel. Je ziet ook, de kerken zijn vol dan met Maria en hebben ze kleine poepetje op de arm. Maar weet je, Jezus wordt kleiniert. Hij wordt kleiniert. Maria is de grotere. Maria is de enige die macht heeft en alles. En Jezus is maar zo'n tweede rangs persoon of figuur. Die Bijbel zegt duidelijk, Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde. En weet je, als je niet standvast bent, want ik zeg, ik heb een beetje in de schriften gelezen wat die vrouw allemaal aanhaalt uit de Bijbel en zo. Mensen die niet standvast zijn, vallen. Ze vallen. Daarom, je moet weten wat in je woord staat. Je moet het zuivere woord van God gebruiken. Want al die kerken hier, overal waar je gaat, ze hebben die Bijbel niet meer. Als ze überhaupt iets meeneemt, dan hebben ze of het boek of Good News vertaling. En ik weet niet wat Nederland allemaal voor een naam nou heeft. Als ze überhaupt nog iets erbij hebben. Want die meisten nemen niet eens meer iets mee. En ze luisteren maar wat daarvoor verteld wordt. En ze zeggen, nou ja goed, hij zal wel gelijk hebben. Hij is de voorganger, hij is de pastor of hij is zelf een apostel. Hij moet wel gelijk hebben. Maar God heeft ons bevolen, onderzoek alle dingen die er geschreven zijn. Onderzoek! God heeft ons zijn geest gegeven. En dan als je bezig bent om te lezen, geloof mij, als je oprecht bezig bent om God zoekende, hij zal je die dingen openbaren. Ik zag die vrouw, ze haalt schriften aan, waar ze zegt, nou, daar kan niks inbrengen. En dan neemt ze om 1 Timotheus 3, gewoon een heel andere vertaling, als ze zegt, u moet King James Bijbel gebruiken. Dan gaat ze weer terug, nee, Jezus is maar gewoon een tweede rangs God of iets. Zo wordt hij dargesteld. Maar we hebben gelezen, Jezus is God, hij is het woord kwam op deze aarde, in 3 Johannes, het zijn alleen een paar versen, zoals een pagina verder gaat. Dat is een heel korte brief van Johannes. Het zijn een paar versen, vanaf vers 7 kijkende. Opnieuw staat hier, het zijn vele verleiders in de wereld gekomen. Zo hier staat vele, niet sommige, vele, die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zie toe voor uzelf dat we niet verliezen wat we gearbeid hebben, maar vol loon ontvangen. En ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. En die in de leer van Christus blijft, heeft beide, vader en zoon. Indien iemand tot u komt en die leer niet brengt, ontvang hem niet in het huis en zeg niet tot hem, zij gegroet. Want die tot hem zegt, zij gegroet, heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Zo hier opnieuw zijn we gewaarschuwd. Elk iedereen die het verwerpt als Jezus Christus. God, de schepper van hemel en aarde. De ik ben. Hij heeft gezegd aan Mozes, ik ben. Ik ben. En dit wordt verworpen. Kijk op de jongste, als we bij de Heer zijn, als we het huis zijn in de toekomst. De Heer zal het ons uitleggen. Maar sommige dingen heeft God gezorgd ervoor dat ze niet zo openbaar zijn of dat ze meer werk moeten doen. En wij zien meer en meer, het wordt ontkend dat Jezus Christus God is. En dan kan je met moslims vrienden zijn en je kan met de hindoes vrienden zijn en je kan met die, want het is allemaal goed en wel. Maar God heeft ons een klare boodschap gegeven. Jezus is niet zo iemand, het is niet zo iemand een schepping.
Sommige leerlingen brengen, ja, hij was een engel en dit en dat. Jezus is God. En als je de Bijbel leest in schriften van Jesaja en overal, dan zul je zien. Zijn naam, wacht eens, laat ons kijken in Jesaja, dacht ik, 9. Even, ik weet het hoofdstuk niet. Mijn hoofd. Jesaja 9, vers 5. Want hier Jesaja spreekt over Jezus Christus. Jesaja, gedreven van geest van God, heeft opgeschreven over de dingen die komen met Jezus. En kijk wat hier staat. In Jesaja 9, vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. Men noemt hem zijn naam wonderbaarlijk. Raad, sterke God, Vader der Ewigheid, Vredevorst. Dit is wat over Jezus gesproken is. Vader der Ewigheid, sterke God. Zo, Jesaja heeft eeuwen voor Jezus Christus op deze aarde kwam, reeds gesproken. En daarom, wij zijn nu, ik zag, als ik dit gisteren nog gelezen heb, van de krant, dat de katholieke kerk en die protestantse kerk, het is nog geen 20 jaar terug. En ik kan me herinneren waar we toen in Nederland waren. Wij krijgen die een of andere evangelische omroep. En er waren ook al artikelen dat die gemeentes de katholieke kerk welkom geheten hebben en dit en dat. En we hebben een keer teruggeschreven. Hoe kan je teruggaan? En het enige wat ze ons teruggeschreven hebben toen als antwoord. Waar denken jullie over enkele jaren te staan? Zoals je niet bijhoort, je bent niemand meer. Zo die kerk waar iedereen zich eeuwen heen afgezonderd heeft, gaat alles opnieuw opslikken. Ik heb het vaker gezegd en als je die filmpjes kijkt die op internet geplaatst worden van Rob. Hij brengt elke keer bewijzen erbij, beelden erbij. Dat in al die gemeentes zie je die kleuren van Rome terug. Je ziet die dingen meer en meer terug. Waar nog een generatie, twee generaties terug alles afgezonderd was. Waar men zich distancieerd heeft. Je ziet in alle hevigheid terugkomen. Zo, die Bijbel spreekt duidelijk. Jezus is God. Schepper van hemel en aarde. Ik laat je een andere schrift zien in Johannes. Als die soldaten Jezus gevangen genomen hebben. Kijk, zijn geen nieuwe dingen vanochtend. Johannes 18. En we weten, als Mose God vroeg, wie heeft mij gezonden? Wie moet ik zeggen naar die Hebreeën, dat is mijn zoon? En God zegt tegen Mose, ik ben. Ik ben, zo moet hij mij noemen. Zo, dit was de naam wat God aan Mose verkondigd heeft. Want hier wordt Jezus gevangen genomen. En in vers 6 zien wij, die soldaten zoeken hem. En wat geeft Jezus als antwoord? Hij, als hij dan tot hun zeide, ik ben, ging ze achterwaarts en viel de aarde. Zo die soldaten hebben begrepen, hij zegt, ik ben. Ik bedoel, dat is geen reden om achterwaarts te lopen en op de aarde te vallen. Maar ze hebben begrepen, hij is meer. Zo Jezus zegt, ik ben. Zo dezelfde ik ben die tegen Mozes zegt, ik ben, ik heb je gezonden. Ik ben is mijn naam. Hier zegt Jezus, bij het gevangen nemen, ik ben. Zo alstublieft, weet je, dit moet ingeprint zijn in ons. Dit moet levende zijn in ons. Want kijk, het internet is een geweldige zegen. Je kan mensen dingen verkondigen en verder geven. Maar het is ook een geweldige vloek, want Satan slaapt niet. Satan gebruikt hetzelfde instrument voor allerlei rotsen sowieso. Maar ook mensen die met allerlei vreemde vertalingen, met allerlei vreemde ideeën, massas mensen misleiden. Satan weet, hij heeft nog weinig tijd. In Amerika zijn over anderhalf weken verkiezingen. En mensen zijn bang wat gaat komen. Kijk, het moet komen wat komt.
Die Bijbel heeft het gesproken. Die Bijbel zegt over het einde van de dagen. Die Bijbel spreekt dat wij die laatste generatie zijn. Maar we weten dat Amerika het invloedrijkste, het machtigste land der aarde is. Zo mensen houden zich vast. Maar je kan niet zeggen, oh ja, maar als we die voor die kiezen, dan gaat het beter zijn. Of als we voor die kiezen. Jezus heeft zich niet bemoeid met politiek toen. Hij heeft niet gekozen voor een partij, terwijl Rome corrupt was. Als Jezus op deze aarde wandelde, het was corruptheid in zijn volheid gaande. Maar Jezus heeft toen ook niet gezegd, oh je moet voor die kiezen, of je moet zorgen dat die keizer wordt, of dit. Nee, want dit is tijdelijk. Het komt zoals het moet komen. Maar veel christenen in Amerika maken zich druk en zeggen, oh wij moeten op die stemmen, oh wij moeten voor die zijn. Het komt als het moet komen. Want het is al lang besloten bij God. Wij moeten zeker maken dat we de juiste Jezus naar buiten dragen. Wij moeten zeker maken om voor die oude vertalingen te staan en zeggen, dit is Gods woord. Laatst ook iemand. Hij heeft me uiteindelijk dan, want hij ging ook, want ik zeg nou, neem die King James, lees hè. En dan zegt hij irgendwie, ja, zijn moeder heeft hem irgendwie met drugs behandeld, dit of dat, hij kan niet lezen. Ik zeg, oh, je hebt slechte ogen. Zo krijg je medelijden, denk hij, die persoon. En dan uiteindelijk kwam het zo over, nee, ik kan die King James niet lezen. Nou, hij wil ze gewoon niet lezen. Hij neemt ook allerlei andere vertalingen, maar hij geeft me, om zijn ding te verbloemen of te veranderen, ik krijg de indruk, oh, die man is misschien slecht lezende, of misschien, want King James is natuurlijk soms moeilijke woorden, en ik krijg een heel andere idee. Zo mensen zijn niet meer gewillig om oude vertalingen te lezen. Maar dit is Gods woord, hij waakte erover. God heeft toen Luther gebruikt om op te staan tegen dit corrupte systeem. En nog geen 500 jaar verder gaat men hand in hand, broeders en broeders. Oh, we gaan allemaal dezelfde God dienen. God gebruikt door de eeuwigheid altijd mensen, briljante mensen, om zijn woord openbaar te maken. Want God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil niet dat één ziel in de hel brandt. Zo altijd heeft God gezorgd ervoor om mensen wakker te maken, om mensen te gebruiken die zorgen dat het zuivere woord naar buiten komt. En nu gaat het verworpen worden. Nu gaat het allemaal gewoon, oh ja, maar het is allemaal niet meer zo. Zo, Jezus Christus is en blijft God. In Deuteronomium, het gaat niet over Jezus, nou, maar even hoe God gezorgd heeft of hoe God spreekt. In Deuteronomium 6, God spreekt hier over de eerste verse. Je kan ze zelf lezen, de eerste 7 verse. God zegt, hij zegt, dit zijn de geboden, de inzettingen, die rechten die de Heer, uw God, geboden heeft om te leren. Opdat gij ze doet. En zo verder. En dan staat vers 2, om den Heer te vrezen en te houden al zijn inzettingen en geboden. Die ik u gebied, gij, uw kind en kindeskind, al die dagen van het leven, opdat jouw dagen verlengd worden. Maar wat staat er in vers 6 en 7 verder? Deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. Zo God zegt niet daarbovenin. Heel veel mensen zijn vreselijk intelligent vandaag. En alles is in de hoofd als ze met hun spreken. Ja, ja, het staat daar. Ja, dit is daar. Maar God zegt, mijn woord moet in jouw hart zijn. Daar binnenin. En hij zegt, gij zult ze uw kinderen inscherpen. En daarvan spreken, als gij in huis zijt. Op den weg, als je niederligt of opstaat. God beveel toen al aan Israël. Hij zegt, spreek ervan. Waar je gaat staan, leer jouw kinderen. En de meeste christen vandaag leren hun kinderen niet meer. Ze onderwijzen hun kinderen niet meer. Straks is Halloween. En zelf christenkinderen, oh ja, je mag je lekker verkleiden om dan ook die dingen mee te doen. Je leert de kinderen satanische dingen. Maar hier God zegt, mijn woord, laat het in jou zijn, laat het in jouw hart zijn. En spreek, hier God zegt,
Scherpet hun in. Blijf het herhalen. Herhalen. Mijn vrouw zegt soms, oh ja, maar dit hebben we nou zo vaak gehoord. Maar ik weet, als je dingen niet blijft herhalen, irgendwann haalt je dus anderen in. Als je niet blijft spreken erover, wat er allemaal gaande is om ons heen. Irgendwann denk je, ja, maar het zijn zoveel duizenden mensen, ze gaan allemaal naar kerken. Ze lopen nog allemaal, het moet toch niet zijn dat dit allemaal verloren gaat. Maar God zegt, de blinden en blinden lijden. Weet je, zeker kunnen zeggen, ja, maar die mensen zijn blind gemaakt. Oké, dan is het voor ons om zo meer onze taak om op te staan en te spreken. Om hen te verkondigen. Ik zag, ik blijf een hele tijd bij de verandering. Opnieuw en ik blijf maar herhalen, herhalen. Goed, als iemand niet wil luisteren, dan komt een moment waar je zegt, afgelopen. Maar hier God beveelt, scherp het in, spreek in huis. Op de weg. De Heer zegt, waar je bezig bent, blijf met jouw kinderen spreken daarover. En dit ontbreekt. In de kerk en gemeentes, als je spreekt of kijkt, het wordt maar een leuk verhaaltje gemaakt. Het moet lachende zijn en boeien, en mensen klappen en lachen erin en gekke dingen doen. Spreek het woord, zegt de Heer. Spreek mijn inzettingen. Spreek van mijn geboden. Spreek van mijn bevelen. Want het heeft niet opgehouden. God is niet een God, oh ja, het Oude Testament komt wat dichtplakken en ding, het heeft helemaal geen waarde meer. De Heer is nog immer dezelfde die hij was van de eerste dag af. Hij is niet veranderd. In hoofdstuk 4 van Deuteronomium. Hoofdstuk 4, vers 9 en vers 10. Hier staat, alleen wacht u, bewaar uw ziel, dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat ze niet van uw hart wijken al die dagen van uw leven. En gij zult ze dan aan uw kinderen en kindeskinderen bekend maken. Ten dag als gij voor het aangezicht des Heeren uw Gods aan Horeb stond, als de Heer zeide tot possibly the greatest witness giving validity to Mount Sinai being in Arabia is the rock at Horeb. This enormous rock is split cleanly down the middle and is completely different from anything else in the region. It stands high atop one of the boulder hills that dot the landscape and on the west side of Horeb, not Sinai. The Bible identifies it exactly this way. I'm standing on the back side of the rock here, and it's easy to see just how large it really is. As I began my walk between the two giant slabs of rock, I became acutely aware that something entirely miraculous had taken place here long ago. Making my way right through the middle of the split, scriptures started rolling over and over again in my head. They became alive to me as I made it through and sat down on the front side. I began to notice immediately the deep channels that were cut into the stone both in front and the back of this rock. You can see one of these channels clearly here. Deep gouges and grooves are apparent at the base also, along with a strange erosion pattern from below that is unique to this rock and no others in the valley. With rainfall every 10 years amounting to less than an inch here, these very obvious cuts made by copious water flows were indeed compelling. Again, the channels are obvious. As we followed the course of the water all the way down and into the valley, we realized the immediate area under the rock was of a smooth and unbroken granite, unlike the crushed particles of stone we'd been hiking on all over the rest of the region. If this rock was the one Moses struck, the waters would have pooled up substantially and the whole of Israel, including their flocks, could have taken their fill and been satisfied. In addition, a stone altar lies at the ground base of this rock. The Amalek came to fight Israel there at Rephidim, where the rock was, and after the battle, Moses built an altar and called it Jehovah Nissi. This giant stone has a circular pit we believe was formed by cumulative fires. Clean through this rock at the ground level below, evidence of ash can be seen. Psalm 78:15 and 16 says,
He clave the rocks in the wilderness and gave them drink as out of the great depths. He brought streams also out of the rock and caused the waters to run down like rivers. Tot mij zeide, vergade mij dit volk. Ik zal mijn woord doen horen en zij zullen leren om mij te vrezen van al die dagen die ze op den aardbodem zullen leven. En ze zullen ze hun kinderen leren. Zo de Heer beveelt opnieuw. Alles wat je geleerd hebt. Die dingen die je gezien hebt met God. Die dingen die je meegemaakt hebt. Laat het niet wijken van je hart. Spreek erover. Spreek erover. Breng de dingen in gedachten terug. Zeg, kijk, God heeft dit gedaan. God heeft zo gedaan. Spreek van die dingen. Ik betrap me ook soms. Je wordt lichtvaardig. Weet je, voor jou is het gewoon normaal en voor jou hoort het erbij. Maar ik merk ook, soms begin je in te slapen of in te sukkelen. Je bent niet meer zo vurig als het moet zijn. Je vergeet dat dingen gauw. Of niet gauw, maar je vergeet gewoon en denkt, hey, achteraf zeg je, man, ik had het anders moeten doen. Spreek. Dit is wat vaak ontbreekt als christenen samenkomen. Er wordt over dit gesproken, over het zo gesproken, over daar. Maar die belangrijke dingen van de Heer. Zodat we elkander weer aanmoedigen. Dat we elkander scherpen. Dat we zeggen, hey, dit moet zijn. Want de duivel slaapt niet, mensen. De duivel slaapt er niet. En velen die ooit goed begonnen zijn, zijn ingeslapen. Want dat is ook een leer. Als je één keer gered bent, mag niets uit. Doe maar wat je wil. Je blijft toch gered. Nou, als we openbaringen lezen, waar de Heer tot de gemeente spreekt. Hij zegt, ik ken jouw werken, ik ken jouw doen en alles, maar ik heb tegen jou. Je hebt de eerste liefde verlaten. Ik heb tegen jou, je hebt dit en dit aan compromissen binnengelaten. Want dan zegt de Heer, bekeer jou opnieuw. Die gemeentes zijn ingeslapen. Die meesten christen zijn ingeslapen. Want ja, man, die Heer is zo lang nog niet terug. Ach, het zal mijn tijd nog duren. En die wordt lauw en die wordt inslapende en die verwaterde dingen. Hier de Heer zegt, spreek ervan, scherp ze in, leer, blijf de dingen halen. En wat zegt de Heer? Kijk in vers 16, hoe hij verder gaat dan. Vers 16, opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van een man of vrouw. En dit is in de christenwereld. Als je internet op Facebook kijkt, die meesten christenen, ze gebruiken dan irgend zo'n sunny boy met lange haren en dit en dat. Dit moet dan Jezus darstellen en allerlei andere dingen, wat engelen dan moet stellen. Wat staat hier? Mag niets gesnedens of gelijkenis van enig beeld. Een gedaante van man of vrouw. Die gedaante van enig beest op aarde. Kijk maar naar de Hindoestaanse geloof, wat ze allemaal voor duizenden beelden hebben. Die gedaante van gevleugelde vogels, die om hemel vliegt. Die gedaante van iets wat op aardbodem kruipt. Die gedaante van enig vis, die in water of onder de aarde is. Dat gij ook uw ogen niet opheeft naar de hemel en aan zie zon, maan en sterren. Des hemels ganse Heer. En wordt aangedreven dat gij u voor die niet buigt en hun dient. Welke de Heer uw God aan alle volkeren onder den ganzen hemel heeft uitgedeeld. Maar u heeft de Heer aangenomen uit den ijzeren oven, uit Egypten. Zo hier God waarschuwt ons. Hij zegt, begin niet iets. Kijk, het zegt niet, oh, jij mag die sterren niet kijken. Zeker, als de maan weg is en ik kom naar buiten en het is klare hemel. Ik kijk naar de sterren en denk, hey, die grootheid. Maar God bedoelt hier, kijk niet naar hun, want vele gebruiken die sterren om aan te bidden. De maan en de zon, ze hebben allemaal betekenissen. Want op die andere plaats zegt de Heer wel, heef je ogen op, kijk naar de sterren. Hoe groot ze in getal zijn. Wat hij allemaal gemaakt heeft. Wie klein is de mens dan? En toch geeft God om ons. In een helle zijn we minder dan een korreltje stof. En toch geeft God om jou. Hij is bezorgd om jouw leven. Dag en nacht. En alles wat hij wil is dat je een relatie met hem onderhoudt. De Heer, uw God, is een verterend vuur. Hij is een ijverig God.
God is een verterend vuur, een ijverig God. Daarom ga je niet neerliggen als mensen over Jezus spreken. Zeg, oh ja, dat is wel goed. Oh, die persoon spreekt ook over Jezus. Kijk welke Jezus die mensen verkondigen. En spreek dan tot hun en weet wat in je woord staat. Zeg maar, luister, kijk zo. Dit is er geschreven, zo is er geschreven. Jezus is God, schepper van hemel en aarde. Wat we in Johannes gelezen hebben, gaan we nog een keer terug. Johannes 1. Onthoud die dingen. Want weet je, veel mensen, ook vele christenen zeggen, oh ja, het is wel goed. Maar neemt er geen moeite meer. Oh ja, broeder, wij zijn allemaal broeders. Dit is wat de katholieke kerk nou doet met die protestanten. Oh, wij zijn allemaal broeders. Vers 10 van Johannes 1 staat, hij was in de wereld. Die wereld is door hem gemaakt. En die wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En die zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aannemen, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit bloed, noch uit een wildes vlees is, noch uit een wildes mans, maar uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dit is de Jezus die je moet prediken. Dit is de Jezus die verkondigd moet worden. De duivel heeft geen moeite als je Jezus spreekt. Zolang je een andere Jezus spreekt, heeft de duivel er geen moeite mee. Die dagen komen. Reken erop dat ze niet meer openbaar kunnen spreken zoals we het nu doen. Daar komt iemand die opstaat en zegt, hey, we moeten om één wereldreligie, we om één. Want het past niet. Wat wij spreken past niet in het wereldbeeld. Alles moet geaccepteerd zijn. Alles moet onder de mantel van liefde gebracht worden. Maar als iemand homofiel is, dan moet hij hem zo laten. Hij is zo gemaakt. Nee, God heeft die mens niet zo gemaakt. Als een vrouw lesbisch is, zo is die niet gemaakt. Maar zo is die wereld. Wij moeten elkaar accepteren en respecteren. Dit is niet de geest van Christus. Zeker de Bijbel zegt, we moeten mensen lief hebben. Maar niet hun zonde. Niet hun zondige levensstijl. Je moet die mensen wijzen. En zeggen, hey, hoe je leeft. En wat je aan het doen bent. Je gaat de hemel nooit binnen. Daarom ook vele christenen. Peter is met iemand bezig ook. Werk te doen. Want die man is ook een beetje lichtvaardig. Ik heb die man gisteren weer gezien. Hij gaat, ik weet niet, naar die een of andere kerk. Ik dacht, naar Eagle Wings of zo. Ik zeg, hey, wij moeten unbedingt spreken over de Heer. Ik heb een ding, ik moet met hem spreken. Kijk, als we gezegd hebben wat gezegd moet worden, prima. Maar die persoon moet niet voor God gaan staan en zeggen, hey, maar ik wist dingen niet. Spreek met mensen, wees niet bang. Je hebt niets te verliezen. Je hebt niets te verliezen. Jezus was eenzaam op deze aarde. Hij heeft die 12 gehad en zelfs soms zij waren opstandig. We weten, 12 mensen. Kijk in Johannes even een schrift dat ik je laat zien. Hoe die mensen wegliepen van hem. In Johannes 6. Hier was Jezus sprekende over het brood. Over zijn lichaam en alles. Hij heeft hard gesproken en dan in vers 60 zie je, vele dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden deze rede is hard. Wie kan ze horen? Zo, ze zeggen die rede is hard. En dan in vers 66, van toen af gingen vele van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot die 12, wilt gij niet ook weggaan? Zo dat betekent, die 12 bleven over. De rest ging allemaal weg. Het was een eenzaam weg voor Jezus. Daar waren maar een kleine aantal overgebleven. Zoals allerlei mensen van jou weglopen en zeggen, ja maar ik wil met jou niks te doen hebben. Prima. Als je blijft vasthouden en zeggen, kijk dit is Gods woord. Dit is zijn wil. En als je het dan verwerpen, oké, dan zei het zo. Maar zeker dat je nooit van de Heer verworpen wordt.
mach sicher, dass ich all time mit ihm in der Ode bin. So dra die Augen hier dich an, dass wir weten, hey, wir sind zu Hause, wir haben es gehalten. Darum treide da mal. So, Jesus ist Gott und er bleibt Gott von Ewigkeit tot Ewigkeit. Und dieselbe Gott kwam, um an het Kreuz zu sterven, um für jou und mij den Weg open zu machen. Er hoeft het niet te doen. We weten, die Bijbel sagt, er kon Legionen Engelen befehlen. En er was afgelopen. Maar zo groot is die Liefde van God voor jou. Zo groot is die Liefde. Want God wist, wij konden niet met alle offers die we moesten brengen, met al die dingen, geboden die in het Oude Testament waren, het was meer of meer niet haalbaar voor de mens. Elke keer faalde de mens. En God zegt, ik ga het eind voor al goed doen. Ik ga mezelf geven. Zodat wij een open deur hebben het koninkrijk binnen te gaan. Maar het is aan ons. Het is onze eigen beslissing. Niemand kan je dwingen of pushen. Je moet elke dag opnieuw, als je opstaat, beslissen. Hey, ik wil een weg van de Heer verder wandelen. Tot jouw levensweg bereikt is. Tot het einde gekomen is. Blijf vasthouden. Blijf in goede strijd strijden. En mag zeker dat de duivel het niet wegneemt. Blijf bij God vasthouden. Laat ons opstaan om te bidden. Zo, ken je woord, weet wat erin staat. Blijf dingen lezen en herhaaldelijk lezen. En blijf bidden daarover, zodat God het leven kan maken tot jou. Vader in de hemel, u ziet wat allemaal gaande is, Heer. U ziet allerlei zogenaamde verbroederingen. Voor mensen die eeuws en eeuws van verwijderd waren, organisaties, Heer. Hoe men allemaal teruggaat naar die grote hoer, Heer. Hoe alles een aan het worden is. Hoe ze een andere Jezus prediken, die liberaal is, Heer. Waar alles kan en mag. Maar u hebt ons uw woord gegeven. U hebt in het verleden briljante mensen gebruikt, Heer. Die dit woord voor ons opgetekend hebben. Zodat wij het konden lezen, Heer. Dat wij meer en meer konden begrijpen en verstaan. Heer, u hebt gewaakt over dit woord. Hoeveel mensen ook getracht hebben om het te vernietigen. En u blijft erover waken tot het einde der dagen. Want zoals u geschreven is, niet één puntje zal verloren gaan. Eerder zal hemel en aarde vergaan, bevoor één iets verloren gaat van uw heilig woord, Heer. Daarom ik bid u, geef ons die kracht en die wijsheid om vooruit te gaan. Die kracht en die wijsheid, Heer, om mensen, Heer, met het woord te confronteren. Wilt u zegen op ons brengen en ons helpen, die week die aanstaande is, om een licht en getuigenis voor u te zijn. U zij alle eer en glorie in Jezus naam. Amen. Into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.